Hey, daar is Marco hier. Leuk dat ik uit deze nieuwe video hier op TechTime. Het is vandaag weer vrijdag en het is weer tijd voor een gloednieuw koopadvies. Ja, jullie hebben vorige keer massaal weer gestemd op de poll. Super awesome om te zien. Dat kan je natuurlijk weer doen. Moet je even daar in dat hoekje even klikken op het i'tje. En dan komt weer de poll tevoorschijn. Maar volgende week komt er echt een geweldig koopadvies online. Dus zorg dat je in ieder geval geabonneerd bent. En zorg dat je deze video vast even een like achterlaat. En dat is dan werkbaar super sick. In ieder geval, in deze video gaan we het hebben over een stream setup met een budget van 1000 euro. Natuurlijk is het een koopadvies, dus houd in dat het geen verplichting is dat je deze onderdelen ook moet gaan aanschaffen. Want het punt is, het is jouw systeem, dus jouw setup. En jij bepaalt welke onderdelen het beste bij jou passen. Laat ik zo zeggen, dit is wel een goede keus, maar heb je bijvoorbeeld de voorkeur voor een ander onderdeel? Voel je vrij om het aan te passen. Oké, dan, de eerste is een klassieketje. En dit is namelijk de processor. En dit is de AMD FX4300. Dit is een quad-core CPU die geklotst op 3,8 GHz en zichzelf kan overklokken naar 4 GHz. Het is een quad-core CPU, dus wil zeggen dat hij maar liefst 4 cores ziet. Dus dat scheelt over in performance. En daarnaast is het ook zo dat je deze processor ook kan gaan overklokken. Zoals ik al aangaf, het AMD-platform is goedkoop. En zo is ook het moederbord. En dit is namelijk een eentje van Asus. Dit is de Asus M5A78LM USB 3. En dit is dus een micro ATX moederbord die gewoon heel erg basic is, maar toch nog wel wat leuke extra's heeft. Zo bijvoorbeeld heeft hij ook ondersteuning voor USB 3. Dus het houdt in met, heb je nou een USB stick of een ander USB apparaat waarmee je heel snel data wil gaan versturen, dan heb je tenminste een USB 3.0 aansluiting. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk om tegenwoordig ook te hebben. En daarna zijn de aansluitingen aan de achterkant van het moederbord ook niet mis. Al met al een moederbordje die niet al te duur is, waar je zeker toch wel de komende tijd mee vooruit kan, is dit wel een leuk moederbordje om te hebben. Dan gaan we door naar het geheugen. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk dat je voldoende geheugen hebt die ook snel genoeg is voor jouw streams. In dit geval is er gekozen voor een dualkitje van Corsair. Dit is namelijk de Corsair Vengeance LP. En dan heb je maar liefst 2x 4 GB. DDR3 1600. Een heel goedkoop kitje ook tegenwoordig, wat prijstechnisch gezien ook wel heel gunstig ligt. 8 GB is voor nu wel ruim voldoende voor je eerste stream PC. Wil je later extra geheugen gaan nemen? Dat is natuurlijk mogelijk. Dan kan je het gewoon bijprikken. En ook het mooie van low profile, het is dus ook klein. Dus dat scheelt ook weer voor je CPU cooler. Maar die hebben we natuurlijk ook gekozen. Als processor cooler hebben we gekozen voor de Core Master Hyper TX3 Evo. Dit is een heel goedkoop CPU koelertje die toch heel goed koelt met heel weinig geluidsproductie. De standaard koeler van AMD die maakt eigenlijk best wel herrie. Oké, videokaart was even tobben en wikken en wegen. Je hebt heel veel soorten varianten videokaarten die je nu tegenwoordig hebt. Zo zag ik ook vorige week in de reacties waarom een 750 Ti als ook een 950 hebt. Nou, in dit geval moeten we weer gaan kiezen voor een 750 Ti. Dit is de MSI GeForce GTX N750 Ti 2 GB Gaming Editie. En waarom nou weer de Gaming Editie? Deze is stiller dan de andere varianten. En dat scheelt ook heel erg als je aan het streamen bent. Want net als met de processorkoeler wil je natuurlijk niet dat er een windturbine naast je staat. Je kan ook de GTX 950 nemen, al ben je dan wel ongeveer 40 euro duurder uit. En dan kom je boven het budget. Je kan natuurlijk ook een videokaart nemen van AMD RX 460 die binnenkort ook uitkomt. Maar aangezien in dit geval prijstechnisch gezien is de GTX 750 Ti toch een interessante keuze. Ook al is het een oudere kaart, hij presteert nog voldoende op Full HD voor tijdens je streams. Als opslag is er gekozen voor een harde schijf. Waarom een harde schijf? Nou, natuurlijk wil je je streams ook gaan opslaan. Wil je misschien later een compilatie van maken, kan je heel makkelijk ook gaan editen. En dan kan je dat online gooien op je YouTube kanaal. Dus dat is even ook heel erg handig om mee te nemen. Daarom is gekozen voor een Western Digital Blue 1 TB. Dus gewoon een basis harde schijf die prima presteert. En met 1 terabyte kom je voorlopig zeker wel mee vooruit. Je kan later ook nog een SSD erbij prikken en daar je Windows op zetten. Maar voor je eerste stream PC'tje is een HDD toch wel even iets interessanter om te nemen. Als behuizing is er gekozen voor een best wel goedkope kast. Dit is de Cooler Master N300 en dit is gewoon een heel erg standaard closed behuizing. Deze behuizing is ook nog eens goedkoop. Ziet er op zich best wel goed uit en is ook heel stil. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Je kan je hardware er ook goed in kwijt. Dan gaan we over naar de voeding en dit is de Seasonic M12-2 520W Evo.
En nu ga je een beetje raar aankijken van waarom een voeding van 520 watt? Dat is toch overkill? Ja, op zich eigenlijk wel. Alleen even in ons achterhoofd, er zit een heel grote kans in dat jij later natuurlijk jouw PC wilt gaan uitbreiden met een andere videokaart of misschien zelfs met een andere processor, wanneer je misschien wat meer inkomsten hebt. Laat ik het zo zeggen, je kan streamen, maar dan kan je ook natuurlijk streamtips hebben. Nou, deze voeding is heel stabiel en kwalitatief ook echt uitmuntend. Daarnaast is deze ook modulair, dus houdt in dat de kabels die je niet nodig hebt, kan je er gewoon uithalen. En die kan je er ook gewoon uithouden en daardoor blijft in jouw kast ook wat opgeruimder. Door naar het volgende deel in het koopadvies. We hebben natuurlijk nu de PC klaarstaan, maar het wordt nu tijd om ook te kiezen voor de randapparatuur. En laten we maar gewoon eerst even beginnen met het toetsenbord en muis, want dit is weer een klassieketje. Vorige week hebben we ook al genoemd, maar nu noemen we het gewoon weer de Samsung Devastator Z. En je kan tegenwoordig gewoon de versie 2 kiezen, alleen de versie 1 is iets goedkoper. Ligt helemaal aan wat je zelf wilt hebben, alleen in dit geval hadden we gewoon dit mooie setje aan. Zoals ik al aangaf eerder in de vorige video. De toetsen zijn verlicht, dus wees maar sterk bezig. Dan zie je alsnog welke toetsen waar precies zitten. En daarnaast is het ook een heel goedkoop setje dat gebruikt wordt van USB. Dan gaan we over naar de beeldschermen en dat is wel een leuke. Want je hoort er goed, beeldschermen. We hebben gekozen om twee beeldschermen te gebruiken. Op het ene scherm heb je bijvoorbeeld je OBS of je XSplit openstaan. En op je andere scherm heb je bijvoorbeeld je applicatie openstaan waar je lekker mee bezig bent. Zoals bijvoorbeeld een game. Of iets anders waar je mee bezig bent, dan kan je mooi even alles in de gaten gaan houden. En zoals ook bijvoorbeeld de Twitch of de YouTube chat. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Oké, maar wat hebben we hiervoor dus gekozen? Nou, dit zijn in dit geval twee 22 inch schermen van LG. Dit is de LG 22MP57VQP. En deze heeft de gangbare aansluitingen en daarnaast is het beeld ook best wel goed. De beeldschermen zijn ook makkelijk in gebruik en zijn ook heel snel aan te sluiten. En daarnaast ziet het beeld er ook goed uit. Ze zijn ook heel goedkoop, dus dat scheelt ook weer in de prijs. Ja, wat is nou een stream zonder facecam? Natuurlijk hebben we ook gekozen voor een webcam en dat is iets wat we doen gelijk één keer goed. Dit is Logitech C920. We hebben al eerder een review ervan gedaan, die kan je even daar klikken naar rechtsboven in beeld. En laat ik zo zeggen, de C920 heeft gewoon een zeer goed webcambeeld die je kan gebruiken in je stream. Daarnaast is die laatste tijd echt heel erg in prijs gezakt. Vroeger was hij zo'n 100 euro, nu koopt men al voor 75 euro. En naar mijn mening is dat een hele goede deal. Oké, tot zover de PC met de randapparatuur. Tijd voor het bureau. En dit komt weer van IKEA. Dit is de IKEA Linman Adeels. Dus het houdt in dat dit een combinatie is van de poten en het tafelblad. En dit is een bureau van 120 bij 60 centimeter. Dat is ruim voldoende voor je twee schermen en om je PC beneden op de grond neer te zetten. Je kan hier zeker wel even flink mee vooruit. Het is niet duur. Die microfoon is een oude bekende die ook heel populair is. Dit is de Samsung C01U Pro USB Studio microfoon. En laat ik zo zeggen, dit is een microfoon die door heel veel creators wordt gebruikt om hun gameplay of eventueel hun streams mee op te nemen. Laat ik zo zeggen, deze microfoon heeft best wel goede geluidskwaliteit. Hij is nu zelfs nog in de aanbieding bij Backshop voor 71 euro. Dus wil je een leuke microfoon hebben, dan kan je deze altijd nog aanschaffen. Wil je nou bijvoorbeeld ook een microfoonarm hebben om jouw microfoon los te koppelen van je bureau, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Dit is namelijk de Inox IVA08 USB. En dit is gewoon een heel erg simpel to the point microfoonstatief. En hiermee kan je gewoon heel makkelijk jouw microfoon van je afhalen of naar je toe halen. Daarnaast zit er gelijk ook een kabel bij die je kan aansluiten op je PC. Het is gewoon echt heel simpel. To the point, de microfoon aan. En natuurlijk moet je er ook voor zorgen dat je ook goed verlicht bent. Want ben je bijvoorbeeld in de avond bezig, zoals ik nu op dit moment. En je hebt zoiets van, ik wil wel goed zichtbaar zijn. Dan kan je ook een studiolamp nemen. Nou, dit is er eentje die ook best wel goedkoop is. Deze maar liefst 60 bij 40 centimeter groot. En kost op dit moment zo'n 36 euro met verzendkosten. Ja, je krijgt dan één lamp die je gewoon recht voor je gezicht kan neerzetten, waardoor je ook goed zichtbaar bent op je streams. En daarmee kan je zelfs 's nachts ook goed zichtbaar blijven. Dat was even een heel groot lijstje. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Heb je er wat aan gehad? Smash het even op de like knop en laat mij weten in de reacties wat jij de volgende keer wilt zien in het koopadvies. Vergeet ook zeker niet te stemmen via de poll, deze video te delen met iedereen in je omgeving. Deel het op Twitter, Facebook, Skype, weet ik nog niet allemaal. En zeg ik jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie aanstaande maandag bij een nieuwe video hier op TechTime. Zoals altijd zeg ik, tot echt!